Tante Bronje achter de bal voor een vrije trap voor Sporting Charleroi. De kopbalsterke jongens in het centrum. Gerard was dat, maar die kon er maar half bij. En de vlieger gooit meteen naar Danny Boffin. De bal blijft binnen, spurte wel met Marco Casto en Silvagni. Daar is Boffin voorbij en de Falco Silvagni. En wat oordeelt Ancion? Was Boffin alleen door langs het lijntje, dan wordt het rood voor Silvagni. En het is een gele kaart voor Fabrice Silvagni. En hij lacht ermee, hij is tevreden natuurlijk. Missé. Die ontwijkt wel hem en Boffin. En krijgt de bal terug van Krencevic. Missé, dat kan niet. Wallem, het is een strafschop. Niet te geloven. Hier nog eens kijken. Ja, Wallem die raakt natuurlijk wel Missé, maar die gaat echt gewillig neer. Ik dacht geen sprake van strafschop. Maar de bal komt toch op de stip. Het is Roch Gerard achter de bal. Doet hij het beter dan Gilles de Bilde? Gerard versus Geert de Vlieger. Het schot en de goal. 0-1 voorsprong voor Sporting Charleroi. Nieuwe opdoffer voor Anderlecht. Even kijken, 27 minuten gespeeld. Licht toegekende strafschop, maar binnengetrapt door Roch Gerard. Bosman. Wallem ertussen. De beelden. Kijk eens wat een duel weer. Ja. En Ancion er nu tussen. Ze geraken daar slaags. Maar Ancion heeft het een beetje aan zichzelf te danken ook. Hij haalt de vrevel van de spelers op de hals. Door zijn beslissingen. En hij moet echt opletten. Dat het hier niet misloopt in deze wedstrijd. Vrij trap voor Anderlecht met Versavel en Wallem. Die vorig seizoen een paar keer fraai scoren op die manier. Nu likt de bal de lat. Opnieuw een knappe vrije trap van Johan Wallem. Boffin. De beelden met Michel Raskin. Het is een mooi duel in de wedstrijd hoor. De beelden met een goede voorzet. Bosman die kopt. Versavel is ook daar. Van Meijer die wegkopt. En dan Wallem met het schot. En de goede parade van István Gulyás, de Hongaarse doelman van Charleroi, die weer op de goede plaats ligt. En het schot van Wallem tegenhoudt. Wallem. Voorzet naar de beelden. Daar is Boffin. Controleert die bal goed en hij schiet hem in het zijnet. Het zit niet mee voor Anderlecht hoor. Ze domineren wel de wedstrijd, krijgen de beste kansen ook. Maar het staat op 10 minuten van de rust nog altijd 0-1. Haakdoorn. Geen buitenspel van Johan Wallem. Daar is de voorzet. Daar is Bosman. Die moet scoren. En dan, nee, naastgetrapt nog door Philippe Haakdoorn. Weer een reuze mogelijkheid voor Anderlecht. Maar ze krijgen hem er niet in vanavond. Boffin. Nog maar eens een voorzet. Weggetrapt. Karagiannis. Laatste schot, blessuretijd van de eerste helft zijn we. Het blijft 0-1 bij de rust voor Sporting Charleroi na een betwist strafschopdoelpunt van Roch Gerard. Het werd aan die een beetje potig, maar Ancion kon de partij toch nog binnen de perken houden. Bijna 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Rutjes. Het is zoeken en tasten voor Anderlecht, maar ze worden achterin bijzonder goed opgevangen door Sporting Charleroi. Dat loert op de counter natuurlijk en al een paar keren is uitgekomen zonder gevaar. Dat is een goede actie van Gilles de Bilde. Gaat hij het zelf forceren? Wallem, Gulyás stopt. Eerste dreiging van Anderlecht na de rust. Casto. Bronjo. Met Rutjes. Daar is hij voorbij, Dante Bronjo. Krencevic in het centrum en Missé is ook daar. Maar hij probeerde het zelf. Dante Bronjo. Ja, Anderlecht kan dan wel het meest op de helft van Charleroi spelen. Ze worden daar goed opgevangen. En de counters van de Zebras zijn vlijmscherp. Versavel. De beelden. Voorbij Raskin. Gilles de beelden. Bosman komt in het centrum. De slover op de beelden. Even dollen. En Gulyás. En dan Wallem. In hoekschop getrapt door Michel Raskin. Een kans voor Anderlecht toch nog eens. Omdat de beelden even losgeraakten van deze man, Michel Raskin. Maar ze kregen de bal er niet in.
Bronjo. Boffin wijkt. De voorzet. De vlieger is daar. Missé houdt die bal nog binnen. En wie volgt in het centrum? Castro staat er onder meer. Krencevic met de kopbal. Doelpunt. Niet te geloven. 0-2. Eddy Krencevic, zoveel mooie jaren meegemaakt hier op Anderlecht. Geprikkeld aan de aftrap en hij scoort toch wel niet zeker. De vlieger misschien iets te ver uit zijn goal. En 0-2 voor Sporting Charleroi. Op een kleine 17 minuten van het einde. Hoekschop op Anderlecht. Goulias onder de bal door en van de lijn gered. Door Castro, dacht ik. Dat was de allerbeste kans voor Anderlecht in de tweede helft. Dat moeten we nog eens bekijken. Daar komt die bal. En inderdaad, van de lijn gewerkt door Marco Castro. Het was Georges Grün die kopte. Rutjes. Dol. Karagiannis. En dat is het einde van de wedstrijd. Derde nederlaag op rij voor Anderlecht na Aalst. Ferencváros nu dus. Sporting Charleroi, vorig jaar begon Anderlecht de competitie met een nederlaag en een gelijkspel. Nu verliezen ze dus twee keer op rij. 0-6 voor Anderlecht, 6-6 voor Sporting Charleroi. En wat een triomf voor Luka Peruzovic. De laan uitgestuurd bij Anderlecht toen hij als trainer aan de leiding stond. Los op kop, zoals men dat heet. En dit moet voor hem een enorme triomf zijn met zijn Charleroi komen winnen hier bij Anderlecht. Tweede competitie-nederlaag op rij voor Anderlecht. 0-6 en ook al Europees in het verlies. De landskampioen staat nergens en ziet Club Brugge al 6 punten uitlopen, terwijl Charleroi co-leider is. Jan de Wijngaard sprak met Erik van Meijer van Charleroi, maar eerst met Jean Dox, de assistent van Anderlecht-coach Herbert Neumann. Jean Dox, verlies, derde verlies op rij voor Anderlecht na 8 dagen. Het gaat niet zo best. Nee, inderdaad, 2 wedstrijden in de competitie verliezen plus een Europese wedstrijd, dat komt vrij hard aan. Het is zo, ik vind dat men de spelersgroep niet te veel kan verwijten. We hebben dus geprobeerd van in het begin tempo te maken, de wedstrijd naar ons hand te zetten. De kansen zijn er geweest, maar het is dan op het moment dat we die kansen moeten afmaken dat het op dit ogenblik fout loopt, denk ik. En dan verliest men natuurlijk totaal zijn vertrouwen. Het is natuurlijk een van de gemakkelijkste wedstrijden van het jaar. Dus,